Yo, kijkers van Kwartier Garantie, dit is weer een nieuw avontuur. En vandaag zijn we al in hittegolf nummer 2. Nou, wat had ik voor een idee? Ik ga in het hondenhok slapen. Dit is eigenlijk voor Luna gemaakt, maar ik ga er gewoon in overnachten. Dus overnachten in het hondenhok. Wat heb ik voor rare ideeën? Nou jongens, zoals jullie weten heeft mijn broer Thies allemaal van zo'n gekke bouwprojecten. En daar is het hondenhok van Luna, dus één van. Net als het hondenhok. Ja, laten we het niet hebben over het aantal keren dat deze hond dit daadwerkelijk gebruikt heeft. Want hij heeft ook nog een duct tape-boden alles gemaakt. Zo, staat er ook nog een duct tape-boot van 4 meter te chillen ergens? Werkelijk geen idee wat ik ermee aan moet, maar het was wel een groot succes. Alleen dit is zijn nieuwste bouwproject en ja, dat is een caravan, ja, zoals jullie weten. En daar zit allemaal kogelgaten in, dus ik weet niet wat hij hiermee gaat doen. Ja, dit is dus de hondenhok. Ik laat jullie nu even een kort filmpje zien. Hoe dat hondenhok is gebouwd. Ik kon het niet meer aanzien. Ik ga een villa bouwen voor mijn beste vriend. Een villa met een zwembad, meerdere verdiepingen en een inrichting. Oh! Boys! 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 Dit hier wordt dus een beetje het zwembad. Goed gekeurd, jongens. Probeer je erin te kruipen. Ja, nogal. Zo, ik heb wel veel plek. Ik kan heel zelfs voor je weggeven. Als ik wil. Ja, het ligt wel comfortabel. Ja? Ja. Ook de hele nacht? Ja. Komt goed. Vannacht doe ik deze twee deuren natuurlijk wel dicht. Nou jongens, dat was een beetje sarcastisch bedoeld. Maar deze deuren laat ik natuurlijk helemaal open. Want anders is het gewoon veel te warm. Je kan ook nog het badje vullen voor een overnachting in een zwembad. Ja, ik weet niet of je hierin wil slapen. Ik denk dat ik dit hok even wat comfortabeler ga maken door er een paar kussens in te leggen. Dan moet ik dus een nacht in. Ik vind het nu al geen goed plan. Je kan het wel een hittegolf noemen, want het was vandaag 37 graden. Het wordt nog steeds warmer. Morgen wordt er volgens mij iets van 39 en overmorgen 40. Ik had ook een video opgenomen, 10 manieren om, om de hittegolf te overleven. En ja, als je die nog niet gezien hebt, kan je daarop klikken, op het i'tje. Maar ik heb hier een kussen en ja, die ga ik erin leggen met nog een paar andere kussens. Zo, een paar kussens erin, alleen die er nog in worden. Nee. Hoe gaan we dit doen? 10 manieren om een kussen in een hondenhok te leggen. Niet. Oh mijn god, hier moet Luna doorheen passen, maar een kussen past daar niet doorheen. Zo, pas precies. Ja. Ja, dat is wel lekker.
Nou jongens, hier lig ik dan. En de kus is gewerkt. Nice. En ja, voor mij ziet het er zo uit. Niet echt bepaald nice, maar ja, dit moet ik de komende nacht zien. Niet dat ik echt kan slapen hierin ofzo, maar ja, moet wel. Ja. Nou, ik ga nu het hond nog in. Ik had het niet. Kom. Kom. Hola. Kom. Kom maar. Nou jongens, maar nu gaat het hond nog in. Nee, nee, nee. Ik is klein. Ah, dat lijkt helemaal vol kwel. Hond. Hondok. Met Tuur. Raar wen ben je toch? Ja, nogal. Oké, ik ben echt raar. Herkennen jullie dat ding nog? Zo! Oh, hij zit er alweer in. Ja. Hij ook al. Hij ook al. Laddertje is een beetje kapot. Ja, Ties, fix het even. Nou jongens, eerlijk ik dus. Ja. Ja, het is een beetje donker, maar ja, dat is het. En hoe het er voor mij uitziet, dat is wat aan de mindere kant. Ja, en dat is dus nog fijn. Zo. Ik heb medelijden met Luna. Luna. Hi. Luna. Hondok. Ik en het hondok. Heel slim. Heel slim plan, Tuur. Helemaal niet. Nou jongens, ik ga een beetje hier op de iPad zitten. Hier. Ik heb de iPad meegenomen. Hey Luna. En dan ga ik daar een beetje op zitten. Ja, en dan de tijd doven. Ja, tot ik ga slapen. Dus ja. Nice. Leuke vakantie, yay! Luna? Ik ga een beetje hier in de lucht zitten. Nou, het is hier eigenlijk helemaal niet zo heel warm. Dat is wel lekker. Het komt omdat ik hier de deur open heb gezet. Dat is wel fijn. Lampjes aan. Tuur, heb je ook een lampje? Ligt er echt lekker. Maar alsof ik op kam ben of zo. I don't know. Drinken en een bakje chips hoort ook wel erbij, hè? Beetje gezellig in het hondhokje. Ja, we komen je even eten brengen en wat drinken. Drinken en een bakje chips. Bedankt. En dan vergeet Luna dat voorop ook. Ja. En Luna die houdt alles in de gaten als ze maar eten bij is, hè jongen. Onder. Tijd voor in het hondenhok te gaan slapen voor Tuur.
Nou jongens, bed tijd. Als ik überhaupt kan slapen. Ja. Ik denk dat het hier wel koeler is dan op je eigen kamer. Ik ben bedoeld. Daar is het bloedheet. Ja, ik lig hier nu met mijn kop in plaats van staan. Ja, in de frisse lucht. Het is inmiddels stikdonker. Het is 11:30. De lampjes zijn nog steeds aan. Lukt de tuur? Hoppa! Zo! Pas je er goed in, ja? Hè? Ja. Ja, ik heb beenruimte genoeg. Nou, probeer wat te slapen. Ik zou zeggen, als morgenochtend de zon gaat schijnen, zou ik andersom gaan liggen. Met meer en donker. Nou, wel te rusten. Voor wat ik kan slapen. Ja, lukt wel, denk ik. Nou, ik laat de camera bij jou achter. Kun je vannacht nog een paar shotjes filmen? Ja, als je niet kunt slapen. Ik denk niet dat ik kan slapen. Oké, hier is de camera. Luna gaat mee naar binnen. Yes. En jij wel te rusten. Tot morgen. Tot morgen. Nou jongens. Oh. Ik kan voor geen ruk slapen. Zie je, denk ik ook op mijn ogen. Ik kan gewoon niet slapen. Wat was het een ruk idee? Ik ben gewoon helemaal moe. Maar ja, proberen verder te slapen. Ah, ik word helemaal. Mijn ogen gaan helemaal open door die zaklamp. Maar ja, wat rusten. Nou jongens, ik heb een paar uurtjes geslapen, ik weet niet, een uurtje of twee. Ik word echt steeds moer. Maar ja, ik kan niks anders doen dan gewoon hier blijven liggen. Ja, ik heb de iPad niet bij. En ja, ik ben nog steeds heel moe. Ik ben net wakker. Ik heb voor geen ruk geslapen, zoals net in de vorige shot al zei. Maar dat is al licht, zoals jullie zien. Dus ik ga maar opstaan. Want was dit een domme challenge? Oh. Dit is al licht. Ik ben benieuwd hoe laat het is, want de zon is al helemaal op. Het is warm. En ik zit in het zweetding. Waar Luna eigenlijk in moet zitten. Fijn. Nou, goedemorgen mensen. Het is 7:30. De zon staat alweer aan de hemel. Hij brandt al wel goed, de gouden bol. Eens even kijken hoe het hier met tuur is.
Goedemorgens. Hallo. En wakker? Ja. Duf? Een beetje kunnen slapen? Veel te warm? Ja, de zon schijnt al flink. Het wordt weer een hete dag. Heb je wel een beetje kunnen slapen? Niet veel. Nou, je missie is wel geslaagd. Je hebt overnacht in dit mooie hondenhok. Je mag eruit hoor. Is dit nutteloos object hier in de tuin toch nog van enig nut geweest voor deze video? Kom er maar uit. Luna, wat vind je ervan? Hij is al wakker. Niet overal spierpijn? Nee, niet echt dat. Wel warm. Zo jongen. Wat een avontuur. Ja, dat zeker. En nou is het duf als wat. Ja. Allemaal voor de content. Ja. Moet je kijken man, die gouden kogel erboven al verschijnen. Was het wel lekkerder dan op jouw slaapkamer? Ik denk het niet. Niet? Nou, zo, ik heb niet eens maar even weg. Oké, dus nu even lekker ontbijten. Ja. Zit er nog een klein outrootje in? Ja. Nou jongens, drop even een dikke vette like, want ik heb een dat. Slapen. Ik heb voor een ruk geslapen. Heb ik voor jullie gedaan. Jullie wilden dit. Dus dan doe ik het. Ik weet niet of dit oordeel eerder is op YouTube gemaakt. Maar ik denk het niet. En zelf bouwde honden ook. Met een zwembad erbij. Dus drop nog even een dikke vette like. Abonneer. Reageer. En dan weet ik het weer. Bah.